Hey, goedemorgen kookliefhebbers van mij. Vandaag ga ik weer een healthy dish voor jullie klaarmaken. Ik ga vandaag bata met droge vis klaarmaken. Zo gezond mogelijk. Dus ja, je zal heel veel ingrediënten niet zien, want we willen het natuurlijk wel gezond houden. En ja, mijn stem is weer weg. Oké, let's go. Ik heb hier een heerlijke oude pan en we gebruiken deze gezonde olie. Hierin hoef je niet zuinig mee te doen, omdat het hele gezonde vetten bevat. Hier heb ik droge vis. Deze had ik al gepluist en gewassen. Die gaat als eerste in de pan. Dan gaan we deze even bakken. Als je merkt dat het wat droger is, kan je gerust wat olie aan toevoegen. Een beetje komijnzaad. Ik heb trouwens hier een kwart ui en 4 teentjes knoflook. Goed roeren. Met één hand gaat het altijd perfect, zie je dat? Een beetje water. Weer bata met droge vis. Normaal gesproken zou ik er eigenlijk ook aardappelen bij voegen, een pepertje bij voegen, wat extra uien toevoegen, maggi blokjes. Ik zou aromat aan toevoegen. En dan zou ik zonnebloemolie gebruiken, maar omdat het een gezonde versie is, heb ik het op deze manier gemaakt. Daarbij ga ik volkoren roti klaarmaken. Dit is de meel, maar je kan overal meel vinden hoor. Zolang het maar volkoren tarwemeel is. En het moet volledig volkoren tarwemeel zijn, dus niet gemengd met witte meel. Dus zoals je ziet is het BTS-programma gewoon een goede aanpassing eigenlijk op je gezonde levensstijl. Wij missen niks, dames. En de producten helpen dus bij vetverbranding, je vetcellen te laten verkrimpen, je spijsvertering en je metabolisme te verbeteren, je stoelgang te verbeteren. Eigenlijk je hele algehele gezondheid gaat erop vooruit. Nou, lieve mensen, bedankt weer voor het kijken. Doei!